Ik denk dat u, jij zo'n 450 filmpjes met bijbelteksten hebt ontvangen in de afgelopen 15 maanden. Nu de versoepeling van maatregelen als een gebedsverhoring zich voortzetten en wij weer meer mogelijkheden hebben om naar de kerk te gaan en aan kerkelijke activiteiten mee te doen, sluit ik de reeks lezingen over zo'n twee weken af. Ik hoop dat er met Deuteronomium 6 te lezen. Het volk staat dan aan de rand van het beloofde land. Ik wil u, jou, alvast danken voor het meelezen en de verbondenheid in deze maanden. We hopen en bidden dat nieuwe vormen van verbondenheid tot zegen in ons leven mogen leiden. Amen.